Hallo's opeens en berichten op een gameplay, een nieuwe aflevering van Far Cry 3. We gaan naar Bucky toe, die goede oude Bucky toch. En we gaan waarschijnlijk weer een nieuw leuk dingetje voor hem hostelen. Want hij is de hostelaar die Keef in zijn anus hostelt. Goeiedag Keef, hoe gaat het met jou? Ik bedoel, Keef, ik haal ze altijd door elkaar. Ah joh, 5 minuutjes. Kijk naar Keef, Keef is een huilenbalk geworden. Oh, weer geen seks meer met hem hebben. Oeh, geschiedenislesje, alweer! Yeah, joepie! Ja, de Zengs en de Mings, ja. Meneer, natuurlijk meneer Buck. Oh, Buck, je bent echt de beste character ooit. Lin Kong. Oké. Met de bling bling. Richt een paar jaar zijn rijk ten gronde. Ten gronde. Oké, wat is de kern van het verhaal? Oh, Buck, ik hou zoveel van je. No homo. Wat is, hebben ze wel gezorgd dat je hebt het hele eiland overhoop gehaald, maar niemand heeft hem gevonden. Lipjes gestuit, bosjes vooruit, succes. Hij is wel echt heel motiverend, zeg maar. Ja, niemand kon de schat vinden. Ga hem zoeken. Nou, bedankt. Moet deze kant op eigenlijk? Ja, mijn lampje gedaan. Ik ga vast goed. Oké. Okay. Zit er was weer boeven in. Hé, een lift. Dat vertrouw ik niet. Even kijken. Ligt hier misschien nog iets leuks in een reliquie? Nee, niet eens. Oké, dan gaan we hierheen. Oh, dit gaat sowieso fout. Je weet gewoon dat die lift kapot gaat. Dat is gewoon... Dat weet je gewoon. Ik weet het in ieder geval. Of jij het nou weet. Als kijken, boeit me niks. Nou, oké, misschien een beetje. Ik hou van je trouw met mijn kusjes, Rick. Vooral als je een vrouwelijke kijker bent, dan wil ik net even iets meer met je trouwen als wanneer je een man bent. Noem het gewoon even op, weet je. Nou, geen haat, weet je wel. Ik wil je niet onderscheiden, ik wil niet racistisch gaan doen en zo, maar het is gewoon zo. Nee, ik wil niet discrimineren. Racistisch is op rassen, discrimineren is op ieder gebied eigenlijk. Kan je dit ding nog verder duwen? Nee. Schiet op de houten balken om het boel te laten instorten. Oké, dat is best cool. Hoe doe ik dat? Ah, daar zijn houten balken. Ik vertrouw het niet, ik pak deze vent gewoon eventjes. Steen! Steen, aanval! Oh, kut. Oh, kut, trouwens wel lekker snel. Oké, wacht. Gooi het mes. Yes! Eindelijk heb ik het een keer gedaan. Eigenlijk deed ik het vorige aflevering ook, maar dat is echt awesome. Ik voel me echt de god van de jungle momenteel. Even deze vent looten. Oh, heb ik al gedaan. Oké, dan. Next. Wie gaan er nu dood? Waarschijnlijk nog meer mensen. Piraten. Die gaan dood. Piraten gaan dood. En ze eten roggebrood. Kut. Kut. Eliminatie. Reeks. Oh, kut. Vuur. Eliminatie. Ik sta in de fik, maar dat kan gewoon multitask. Oké, kut. Oh, kut. Nee, kut. Ik sta weer in de vuur. Ik sta nog in de vuur. Ik sta momenteel in de vuur. Even uitmaken. Even die zooi uitmaken. Even, jongens, weg. Stop. Yay. Dat ging beter dan verwacht. Oké, cool. Nee, hij gooit vuur. Die vent is gemeen. Geloof me, ik kan het weten. Oké, nog even één keertje. Hoppakee, verband eromheen. En we praten er niet meer over, denk. Precies. Oh, nog eentje, een boef. Headshot. Ah. Ik ben echt zo sadistisch. Oh, fabulous. Ik streel mijn eigen tepels. Ik streel je tepels wel. Laat mij je tepels. Oh, ik dacht dat ik hem ging fouilleren. Laat mij je tepels zitten, Benny. Oh, ik mag wel aan jouw tepels zitten. Ze zijn nog lekker hard en warm. Oké, dat was een klein beetje gay. Headshot. Headshot niet. Ik wil een headshot, broodje. Ik wil een headshot, broodje. Heb ik een headshot? Ja, headshot. Woehoe! Yeah! Nog een keer. Niet bewegen, dan schiet ik je dood. Yay, nog een headshot. Headshot koningin. Oh, kut. Geen vuur. Ik haat vuur. Oh, kut. En ik ga dood. Ik ga sowieso dood. Nee! Ik ga dood. Nee. Die vent rende ik echt achter me aan. Moet je zien hoe dichtbij die zat. Oh, hij ging dood, lol. Dat was echt gigantisch close. Oh, kut. Het vuur spreidt zich eventjes uit. Dat is niet de bedoeling. Oh, nee. Nee, niet mijn wapen wisselen. Nee, nooit. Oh, wat? Waarom gaan we helft omlaag? Zagen jullie dat? Dat was raar. Ik stond niet eens in de vuur. Hallo daar. Oké, even je gebruikte naald als je het niet erg vindt. Waarom zou je dat stelen? Oeh, hij heeft gebruikt een naald. Oeh, kijk, dat kun je duwen. Oh, verder. Dan kun je die gasflessen zeker... Oh, had dat meteen gezegd, joh. Dan kun je die gasten aanrijden of zo met het karretje. Ja, zijn we een beetje laat mee nu natuurlijk. Als het ging ontploffen of zo, was dat best cool geweest. Maar nee, zijn we te laat mee. Nou, laat dan maar, hè. Waar is het karretje nu eigenlijk? Ah, daar zo.
ben hem eigenlijk kwijt, maar ik zeg gewoon, ah, nee, ik wil je wapen niet, ik wil je fouilleren. Ah, lekker beroven, aan je buik zitten. Lekker een bierbuikje. Ik heb geen idee waarom ik al dat geld heb. Ik ga denk gewoon wat camo's kopen voor mijn wapens, weet je wel, grappige kleurtjes en zo. Gewoon omdat ik ervan geld heb. Oh, je kan natuurlijk ook van die schatkaarten kopen, dan kan ik reliquieën vinden. Dat is denk ik een nog betere besteding van mijn geld. Hoppakee, 7 dollartjes. En hier nog een mooie kist. Goeiedag, kist. Hallo daar, fetish wijn. En dan gaan we het beroven. Hallo daar, meneer. Hallo daar, zonnebril. Hip hoor, hip. Even kijken, we gaan hierheen. Even laden ook, ik heb al volledig ammo. Dit stuk ging ik heel vaak dood toen ik dit ging livestreamen. Ik livestream namelijk vaker dit spel, omdat ik het zelf ook gewoon wil spelen voor mezelf. En ik ging zo vaak dood, niet meer leuk. Hup, headshot. Je moet sowieso die eerste sniper gasten pakken. Dat is brotip nummer 1. Oké, okay. Ze hebben me nog niet eens gespot trouwens, dat is best hip. Oké, nu wel. Het probleem is hier namelijk vooral dat je van die dikke gasten hebt. En ik haat dikke gasten. En momenteel gaat alles best wel rustig, zou je zeggen. Oh Rick, dat doe je best. Dat doe ik inderdaad best goed trouwens. Nou, het zegt. Heb je schouw wat, Hebben een kogel uit mijn arm halen. Altijd datzelfde plukje op mijn arm. Alsof het niks is, weet je. Ik geloof dat er boven nog één iemand blijft leven van die dudes. En die komt zo meteen pas. Dat is irritant. Dat is natuurlijk niet zo mooi natuurlijk. Nee, niet zo mooi natuurlijk. Nee. Even duwen. Even duwen. Oh, hoppakee. Daar gaat hij. Oh, nog een boef. Ik zag een boef. Nee, boef. Oké, nou, momenteel gaat alles nog goed in ieder geval. Voor nu. Gaat niet lang meer duren of alles gaat naar de tering waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Weet mij kennen, daar gaat alles over enkele seconden helemaal naar de tering. En misschien nog een stukje verder. Even kijken, hoe gaat alles daar? Nou, lekker Rick. Met jou? Oh, kut, daar heb je er eentje. Boef. Oh, kut, karretje! Nee! Ik haat mijn eigen leven. Kut. Hij is dood. Ik wist dat er boven iemand nog iemand kwam. Sterf! Oké, hij zit zelf ook in de fik. Oog om oog, tand om tand, zeggen ze dan, hè. Het is een heel leuk verhaal, wat ik ooit las in de eerste in mijn geschiedenisboek, zit nu in de vijfde. Dit is een verhaal dat ik 5 jaar geleden las. Het ging over de middeleeuwen en het rechtssysteem. Er was namelijk iemand, en die was van een toren gevallen. En die viel gewoon, laten we zeggen, een toren 30 meter. Viel naar beneden, recht op iemand anders, en de persoon waarop hij sprong, die was dood. En die andere familie klaagde me aan, oh, die man moet vermoord worden. En toen zei de rechter, jullie mogen hetzelfde terug doen. Die man gaat onderaan die toren staan, jullie mogen erboven en dan mogen jullie op hem springen. Vond ik geniaal, weet je. Oog om oog, tand om tand deed dat. Jij maakt mij, jij slaat mijn tand eruit. Ik slaap bij jou dezelfde tand eruit. En zo hanteerden ze toen ook gewoon. Nou, als iemand op jouw familielid springt, dan springt een van de familieleden gewoon op jou. Wat? Ja, die ja. Alleen dan wel goed geformuleerd. Ik weet dat er dikke mensen komen zo meteen. Dat vind ik helemaal niet leuk. Daar heb je hem al. Spekkert. Ik haat die dikke gast. Ik vind hem niet cool. Het enige probleem met hem is gewoon dat hij niet cool is. Ik ga hem gewoon snipen vanaf hier, denk ik. Oh god. Ren. Nee, kut. Kip carry. Kom, headshot Rick, headshot hem snel. Oké, hij staat ook in de vuur, mooi. Gezellig. Ga dood, Henkie. Oh, tap, 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 tap. Fap, 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 fap. Hij komt er dichtbij. Op. Nes, oké, nice. Oké, ik leef nog. Voor nu, weet je. Oh, kut. Kun je dood? Nee, kut. Vuur, ik haat je. Kut, vuur altijd. Echt, vuur is echt een vijand. Je kan ook... wacht, even deze dikke pakken. Iemand zei dat als je headshots maakt, die heel snel doodgaat. Dus dat zou heel fijn zijn. Dus ja, ik heb niet zo heel veel sniperkogels meer trouwens. Dat is ook niet echt meer mijn beste kwaliteit. Maar als die vent even dood zou gaan, zou dat heel fijn zijn. Kan ik er nog inzoomen? Nee, dat is jammer. Hop. Oké, ik weet niet eens of ik hem momenteel wel raak. Gewoon echt een twijfelgevalletje van raak ik hem eigenlijk wel. Wat heb ik er meer bij mijn wapens? Wacht, ik heb een vuurpistool. Misschien kan ik daar nog een leuke prank mee uithalen op die dude. Ik zet hem in de fik met mijn vuurpistool. Ik ga echt lachen als het werkt, want het is echt kutwapen dat ik altijd bij me heb, het vuurpistool. Kom eens achter dat ding vandaan. Hop. Oh, hij is leeg! Nou ja, zeg vuurpistool, ik vertrouw op je. En zo, laatste moment, jongens, vuurpistool, nu of nooit. En dan is hij leeg. Nou, dank vuurpistool. Shotgun werkt redelijk op die dude, als ik me niet vergis. Wat nog beter werkt, is natuurlijk een granaat. Oké, kom maar dikke. La 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 la. Boom, en hij is vast dood nu. Oké, toch niet. En een beetje shotgun leeg pompen in hem. Oké, kut, dat was niet het beste plan ooit. Oké, hij is dood. Nice, 200 XP. Had ik een headshot? Hoe kan ik nou een headshot hebben? Even beroven, meestal die wel een granaat voor je. Inderdaad, in de granaat. Oh, ik ga proberen hier niet dood te gaan. Dat is ongeveer mijn levensdoel momenteel. We gaan wat spuitjes maken, dat hield natuurlijk een stuk sneller. Eerst even gauw een normale heal. Zoals dit, en dan maken we even gauw wat syringes, oftewel spuitjes aan. Hele leuke film trouwens, Clockwork Syringe. Ga ik zo meteen even vertellen. Nieuw gespreksonderwerp voor deze video, Clockwork Syringe. Die film gaat over conditionering. Zeg maar, als je een hond hebt en die hond doet wat verkeerd, dan geef je die hond een klap, weet je wel. En dan doet hij weer beter. Dan doet je hond weer normaal.
Dat is zeg maar hoe dat werkt. Weet je, als een hond je schoen pakt en je slaat hem keihard voor zijn bek, na een paar keer dan pakt hij je schoen niet meer, dan leert hij dat. En dan is er een man, Jack, en die doet heel veel criminaliteit en verkrachting en zo, en dan wordt hij gevangen genomen. En dan moet hij naar een film kijken van geweld, terwijl ze een soort van traangas in zijn ogen spuiten, waardoor hij zeg maar gemarteld wordt. En daarna, als hij vrij wordt gelaten, iedere keer als Jack geweld ziet, dan wordt hij heel erg misselijk en dan gaat hij kotsen en zo, en daar gaat die film eigenlijk over. En op een gegeven moment had een man en een vrouw, omdat hij die vrouw per ongeluk vermoord, was niet echt de bedoeling bij een inbraak. En dan die man hem gevangen, want hij wil zijn excuses aanbieden bij die man, en die man hem gevangen. En tijdens dat filmkijken werd hij ook gemarteld met Beethoven's 6e symfonie of zo. En dan zet die man de hele tijd dat op en dan wil die vent die Jack wil zelfmoord plegen en bla 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 bla. Hoe kwam ik daarbij? Voor mij is het met Orange. Voor mij kwam ik er via Syringe. A Clockwork Orange en A Clockwork Syringe. Ja. Clockwork Syringe is namelijk een RuneScape quest, geloof ik. Ja joh, en toen heb ik dat doorgeleend naar Clockwork Orange, waar natuurlijk die quest op gebaseerd is als parody. En ja, toen kwam ik bij dat verhaal. Graag gedaan. Hop. Hey, met kit. Oh, ik heb volledig health. Ik heb ook heel veel spuitjes en ik spuit mezelf onder. Dat klinkt een beetje fout. Oké, ik kan dit kapot schieten. Dat is best cool. Moet je zien. Je ging trouwens ook best wel vaak dood. Moet je zien. Oh, dan waar ik deze kapot schieten. Maar oké. Jammer noep. Ik heb er eentje dood hoor, jongens. Geen zorgen. De eerste kill is gemaakt. Maar die Venom zet zichzelf dood. Waarschijnlijk ongeveer een klein beetje. De meeste boebels zitten rechts. Die kan ik momenteel even niet dood maken. Jammer genoeg. Ja, momenteel gaat het lekker. Weet je, het gaat lekker totdat het verkeerd gaat, zeg ik altijd maar zo. Er zit eentje zo'n beetje bijna onder me. Even door zijn kop schieten, denk ik. Ik kan die steen daar pakken. Hop, gaat hij dood nu? Ik hoop het. Nope. Telescoop. Oké, wacht. Dit is de sniper time. Wacht. Sterf, ouwe man. Yeah. Je moet heel goed opletten hier trouwens van de mensen die het echt naspelen, zeg maar. Die stenen vallen heel snel op je hoofd als je ze laat staan. En dan komen andere mensen die schieten jouw balk om terwijl jij eronder staat. Dan ga je best wel dood namelijk. Zo, jullie hebben echt weinig geld bij die skeren, boys. Waar zit die vent dan? Oh, daar heb je hem. Granaat, ren! Auw, oh vuur. Oepsie. Helemaal in de war. Helemaal gedesoriënteerd. Waar ben ik? Wat doe ik? Wat is er mis met mij? Oké. En we gaan weer verder. Even gaan we sniper pakken. Volgens het idee. Oké, daar komt een boefje aan. Boefje! Ik pak je. Mijn sniper is best wel half leeg. Niet zo helemaal. Ik moet even een standard mag kopen. Heb ik die eigenlijk wel momenteel? Misschien heb ik die al. Geen idee. Oh, kom maar. Oh, grappig. Oh, kut. Nee, poep. Even gaan naar deze wisselen. La 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 la. Ik zie heel erg mis. Ik zie ook heel weinig eigenlijk van die vent. Hallo daar meneer. Als ze gewoon naar mij toe komen, dan vind ik het wel leuk. Een beetje campen. Oh Rick, ik pak jouw camper. Ah, laat me lekker. Als ik een camper wil en geen bungalow, is dat een eigen keuze. Oké, ik pak nu wel even mijn sniper, want het schiet niet op zo. Hop. En, oh, niet eens een headshot. Je stelt me teleur, Rick. Je bent mijn zoon niet meer. Maar pap. Je bent mijn zoon niet meer. Geen discussie mogelijk. Oké, wacht. Ik ben nog even een keer mijn sniper. Ik ben erg veel aan het wisselen de laatste tijd. Maar eigenlijk de laatste tijd gewoon nu. Hop. En. Ah, gewoon en hehehe. Ik ga deze dingen wel even kapot schieten voordat ik zelf dood ga. Heel slim van mezelf. Hop, ik had die sniper ook gewoon kunnen doden met die stenen daar trouwens. Even wat lijkjes beroven omdat dat leuk is. Leuk omdat het lijk is. Trouwens, over spuitjes gesproken. Moet even dat ding kopen, de vaardigheid dat een spuitje 6 doet. Dat is wat chill. Ik heb momenteel nog niet eens zoveel, maar waar zit die ergens op de spuitje 6? Is dat die? Nee. Hij zit hier ergens. Zo, hier zo. Veldchirurg. Yes, graag. Wat doet dit? Vrijste lichaamsbepanstering gekocht, 0 van 3. Dankzij lichaamsbepanstering kun je 50% meer schade incasseren. Oké, best cool. Best wel cool. Topcoureur, dankzij de stuurkunst lopen je voertuigen die je bestuurt. Minder 50% minder schade. Misschien koop ik dat ooit, op een dag. Ik ben sowieso een topcoureur, daar heb ik dat ding helemaal niet voor nodig. Jullie hebben mijn gameplay gezien. Ik ben de beste coureur van Nederland, van Nederland, van Nederland. Ik zit aan je borst en aan je bier, maar eigenlijk is Molotov, yeah. Even spuit erin, dankjewel. Holse vlotse. Oké, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Ja, goede vraag. Goed en vraag. Het antwoord is op wat gaat er nu gebeuren is, ik vind $6. Yay. Hier misschien even wat sniperkogels vinden. Ah, kijk, dat is mooi. Sniperkogels had ik net nodig. Oeh, een supergeheime tempeldeur. Ik stop mijn ding erin. Mijn ding. Ik bedoel niet mijn Piemon, nee. Ik bedoel dat amulet ding. Een soort van kompas. Yay. We houden erop dat het een kompas is. Geen amulet, geen ring, geen kokring. Hoe heet dat ook alweer? Als je een ring door je eikel hebt. Een Sint Bernard of zo? Iets in die richting. Of is het een hond? Oh, hey, hallo daar. Hallo daar, schoonheid. Gelukkig heb ik daar een shotgun voor. Meestal werken shotguns heel effectief op die cupbase. Ik ga ze niet eens looten, want ik heb die Komodo verraam dingen toch... Wat heb ik eigenlijk nog nodig aan huiden? Even checken. Voor het maken.
Wat heb ik van deze dingen nog niet helemaal compleet? Spuitendoosje. Hé, hey, mond dicht timer. Hier, ik heb nog heel weinig spuitendoosjes. Honden. Ik heb vellen van honden nodig. Ja, dat is fijn om te weten. Portefeuilles. Ja, de grootste portefeuille hoef ik toch niet. Rugzakken. Grootste rugzak. Heb ik ook weer in een pad van de jager. Ah, rot toch op. Holsters. Ik heb alle holsters al. Nou, dat is ook mooi. Munitiehouders. Oh, kijk, ik moet nog ik moet buffels doden. Ik moet even een betere munitie houden, want dit schiet niet op met mijn munitie momenteel. Oh ja, ik moet nog best wel veel velletjes hebben als ik het zo zie. Sorry jongens. Oh, ik ben even wat meer bezig aan looten dus eigenlijk. Kom het op neer. Maar geen komodo vooraan momenteel. Helemaal niet eng. Inderdaad, Jason Brody. Oké, dat was goed. Dat was fantastisch. En hallo daar. Hij loopt dood, tuurlijk niet. Je moet gewoon in dat ding trekken, joh. That's what he said. En dat was leuk. Oepsie floepsie. Halala. Waarschijnlijk zakt de grond onder ons weg. Dat gok ik. Oh. Of we komen opeens komodo vooraan overal. Wat gebeurt er momenteel? Nou, niet zoveel eigenlijk. Oké, cool. Mooi. La la la. Ga je nog dingen instorten ofzo? Ik zou toch echt verwachten dat er dingen moeten gaan instorten. Oh. Ik zag hem eventjes niet. Waarom mag ik daar zo raar bij? Goeie vraag. Bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken en tot de volgende aflevering. We gaan dieper in deze intense tunnel gaan. En ja, dan vinden we waarschijnlijk nog een stukje kompas. En nog een. En 1000 stukjes. En allemaal spuit gespeeld. Dat is niet waar. Maar het zou wel grappig zijn. Bedankt kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken en tot de volgende aflevering. Doei!